Aan tafel zit Fong Leng. Straks na deze uitzending gaat op het Nederlands Filmfestival de documentaire Diva Fong Leng in première. Dat is wel een goede titel voor de kunstenares modeontwerpster die de jaren 70 in vlam zette met waanzinnige collecties. Studio Fong Leng in de Amsterdamse PC Hoofdstraat. De buitennissige creaties voor Mathilde Willink en modefeesten die voor Nederland in extravaganza en grootte toen volstrekt onbekend waren. Eerder dit jaar bovendien geslagen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Leeftijd onbekend, maar still going strong. Diva Fong Leng aan tafel. Yes. Ja. Ik heb de documentaire gezien. Het is een tijdreis. Hè? We gaan terug naar die jaren 70 die jij gewoon in de fik hebt gezet. Mooi, hè? Ja. Mooi. Ja. Dat was heel sensationeel allemaal. Terwijl, ja, ik vond het eigenlijk heel gewoon. Maar ja, de ontwerpers die destijds grote jongens waren, die zeiden, nou, dat meisje, dat blijft niet een maand in de PC-Hoofdstraat. Nee. Nee. Dat, wie waren dat? Dat was Frank Govers, Frank Max Govers, Max Heijmans, ja. Dick Holthaus. Mm-hmm. Ja, er kwam dus een dame bij. En die, volgens mij waren de modeshows zoals nu weer, keurig twee rijtjes. Daar paraderen de modellen zo'n beetje doorheen. En na een kwartier klapt men beleefd. En dan, oh ja, dat kan. Dat toch? Weet ik niet, want ik zie het niet. Dat zie je niet? Nee. Ook toen niet? Ja, toen wel. Ja. Ja. Nee, maar zo ging het toch? Dit is een foto uit jou. Oh, dat bedoel je. Ja. Ik had er niet daar gekeken. Nee, maakt niet uit. Maar goed, zo ging het. Toch even aangeven, want het is een beetje... Op die gouden stoeltjes, hè? Ja, altijd op gouden stoeltjes. Ja. Bij de grote jongens, hè? Ja. Ja. Goed, en toen, toen had jij een collectie en toen dacht je, ja, dat kan ook anders. Dat kan iets swingender, dat kan ietsjes minder. Nee, dat dacht ik dus niet. Ik dacht, dat moet anders. Oké. Okay. En het kan anders, het moet anders. Maar ik was natuurlijk ook een stuk jonger. En... Ja, ik zag het heel anders. Uh-huh. Mijn ideeën waren anders. Veel wilder, veel uitgebreider, veel mooier. Uh-huh. Ja. Het was best wel saai. En ik had geen zin. Ja, ze gingen altijd maar die pakjes maken. En die hoeden met die veren. En nou ja, goed. Je kent het wel. Jij trok je volgens mij geen bal aan van de mode. Jij maakte gewoon wat je zin in had. Eigenlijk kan je zeggen, ik heb nooit mode gemaakt. Dat is nog een mooier, hè? Ja, ja. Dan houden we dat erin. Ja. ik heb dat gemaakt wat ik zelf wilde brengen. Mijn idee.